Er zou iets moeten zien zijn, maar ik kan het niet zien, mensen, want ik kan in de zon kijken. Maar ik weet eigenlijk ook niet of dat ik dat film. Staan er geen filters op? Maar daar zie je dus eigenlijk de zon. En zo denk ik dat de zon zit. Daar zie je de zon. Dit is het dichtste dat we kunnen uitdraaien. In ieder geval, er zou de maan nog een stukje moeten overzitten momenteel. En straks gaat de maan dan weg, ja. Dat zouden we moeten zien, maar ik zeg het, ik kan het niet zien, hè, mensen. Dus ik weet niet of jullie het kunnen zien. Ik ben meer zo als de maan er zit, zo, de volle maan, of ja, gewoon de maan, dan ben ik meer met thuis dan met de zon. Dus ik probeer het gewoon, ik zeg het je, want je mocht er niet in kijken, dus ik zit echt op het scherm te kijken van de camera. Dus dit zou je normaal moeten zien. Ik hoop dat ik het wel mooi in beeld heb. En anders hebben wij een mooi beeldje van de zon, hè. We gaan naar de begeleiding. Zo. Oké. Okay. Zo, zo de lights. Zo de eerste keer een levende lights. Moeten we dat gaan schrijven? Moeten we dat gaan schrijven? Dat zo te laat is. Soms gebeurt dat al eens een keer dat die mensen te laat is. Je Pakistanen nog van. Soms twee Pakistanen echt. Ik ga die van mijn maan wel binnen zetten. Nadat ik aan de winkel ben geweest. Dat moet ik ook nog doen. Dat ik naar het Spar ga kopen. En dan met gekapt. Maar ja, je moet aardappelen hebben ook. Hè. Aardappelen. Anders gaat het niet. Gelukkig nog. Okay, gelukkig is er nog niemand. Aardappeltjes moet ik ook nog hebben. Mee. Oh ja, oh jee. Het leven.
dag weer een nieuw avontuur als je bij me bent. En mijn hart staat in vuur en in vuur als je mij verwendt. Oh jee, niet alleen, nee. Ik geef je een stiekem een zoen. Oh jee, nee. Elke seconde telt. Nee, het is de eerste keer dat ik er echt zo lang sta. Ik heb de druk dus. Yes. Een televisie, mensen. Een televisie. Mensen mogen al buiten zitten. Dat is wel goed. Daarnet was het echt wel moeilijk om te filmen, denk ik. Voor die zonsverduistering. Nou, ik weet eigenlijk niet goed of ik er wel de beelden van heb gemaakt. Niet goed zien, maar we zien het wel. Ik hoop het. Maar ja, je mag er ook niet in kijken, want dat is gevaarlijk. Dan ga je blind worden namelijk. Te laat. Ze is nog nooit te laat te komen. Hè. Eerste keer. Dus we gaan binnen. We gaan hier bellen. En we gaan naar binnen. Dus de eerste keer te laat. Zo, we zijn binnen. En nu kan het gesprek beginnen. Dus... Dat is een draaistoel. Alles is zo beveiligd. Zie je? Nu zit dat konijn, dat is in het water gegaan, die is gaan zwemmen. Die dacht, als ik wil gaan zwemmen, dus die heeft dat gedaan. En daar is de andere konijn te genieten van het goede weer. Je kan het genieten om het te zien. Het is ook al warm, dus het mag wel zijn. Dus
En ja, ik zelf ook, ben zelf ook aan het genieten. Dus ik heb echt een mooi zwembad. Want het staat al een beetje terug schuin, maar daarnet stond het echt dus wel recht. En ik hoor al die vogeltjes, die fluiten de hele tijd, die komen in mijn tuin. Misschien willen die wel iets vragen, maar ja, wie kan de vogeltaal, hè? Ik niet. Dus ja, het is wel even wat genieten. Ik heb trouwens mijn baaier aan, voor mensen die afvragen wat ik heb je aan. Dus ja, dat heb ik dus aan. Ik ga zo meteen live op TikTok. Dus dat ga ik ook doen. En Muffin, snuffel. Snuffel echt achter mij daar. Kijk als je ziet. Daar zit ze. Nu was het leuk het water. Jongens, leuk! Ja, dat is goed. Oh, echt. Echt wel genieten. Wat koud, wat koud, wat koud. Ik ga zo. Dansen, ik ga zo in straks op. Ja. En mijn hoedje even afdoen. Echt wel leuk. Kunnen genieten van het zwembad. Echt wel gezellig zo. En ja, natuurlijk, het is wel goed dat we deze aan hebben. Dan is het ook een beetje minder warm eigenlijk. We zijn dan echt aan het spelen. Van dat rendier, dat stond op mijn Markelkoff. Naar graf stond die. Maar heel mooi eigenlijk. Morgen wordt er hier gebarbecued en gaat Enzo voor de eerste keer in het zwembad. Dus ben ik ook eens benieuwd naar hoe het dat gaat zijn. Dus vond je het een leuke video? Zeker duim omhoog. Vergeet niet te abonneren en morgen zijn we weer.